Nijmegen is er een school en als de leraar daar ziek is of afwezig, dan worden ouders gevraagd om voor de klas te staan. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk een slimme oplossing als die ouders ook een bevoegdheid hebben om voor die klas te mogen staan. Ik heb begrepen dat dat zo is. Dus dat kan. U vindt dat een wenselijke ontwikkeling? Nou, ik vind het belangrijk dat kinderen niet zomaar naar huis worden gestuurd. En je moet natuurlijk op zoek gaan naar een goede invaller. Dat kan in heel veel plekken in Nederland ook gewoon nog steeds. Maar als dat in sommige gevallen een ouder is, en zo'n ouder is daartoe bereid en ook toe bevoegd, dan is dat ook een praktische oplossing. Maar een praktische oplossing, maar niet wenselijk, zegt u? Nou, ik zeg niet dat het onwenselijk is. Maar soms zoek je naar iemand die even kan invallen, omdat je anders die kinderen naar huis moet sturen. En als er dan een ouder is die bevoegd is als leerkracht, dan zou je dat kunnen doen. Heel veel scholen doen het overigens gewoon met normale invallers. Of met leerkrachten die met pensioen zijn en het leuk vinden om nog eens even een dag voor de klas te staan als er een leerkracht ziek is. Ook dat kan op heel veel plekken in Nederland nog wel. Hoe is dat tekort aan invalkrachten te verklaren? Nou, dat tekort van invalkrachten, dat is al een probleem wat wat langer loopt en ook samenhangt met de WBZ, waar je te maken hebt dat je stapeling van contracten, dat beperkt is. Dat is een van de redenen waarom de WBZ een aantal maanden buiten werking is gesteld. En daar ook nu nog gesprekken lopen tussen de werkgevers en de vakbonden om te kijken hoe ze daar op een goede manier mee om kunnen gaan. We moeten daar niet veel meer geld voor uittrekken? Nee, dit is geen kwestie van geld. Dit is vooral een kwestie van dat je ziet dat bij invalkrachten in het basisonderwijs die stapeling van tijdelijke contracten echt een knelpunt is. Dat wordt ook inmiddels links en rechts wel erkend. In heel veel plekken in Nederland is het lerarentekort nog niet zo nijpend dat je geen goede invallers meer kunt vinden. Maar dat scholen op zoek zijn naar creatieve manieren om ervoor te zorgen dat kinderen niet naar huis worden gestuurd, lijkt me heel goed. Nog even over het LAX. U gaat er...